beste mensen, tijdens het vissen heb je wel eens pech dat je heel veel onderlijnen pakt rondom de pieren. Er liggen natuurlijk heel veel gebroken onderlijnen van de bodemvissers. En daardoor ook heel veel kunstaas van zeebaasvissers. Dan loont het wellicht om, om je techniek aan te passen. Dus niet werpend op de zeebaas, maar verticale. Hoe doe je dat? Ik zet mijn elektromotor op de autopilot en ik laat de boot ietsje langzamer lopen dan de stroom, dat die klein beetje meedrift. En zodat we dus de kunstaas langer bij de boot kunnen verticalen. Kunstaas, ik gebruik van de Black Minnows, maar je kunt ook een andere kunstaas gebruiken. Dat is gewoon je eigen voorkeur. Gewichten afhankelijk van de snelheid van de drift, maar tussen de 12 tot 25 gram. Hoe doen we dat? Je werpt je kunstaas toch wel op tijd en probeer de kunstaas vlak voor je boot op de grond te laten tikken. En dan kun je gewoon verticalen. Wellicht ietsje langer halen dan bijvoorbeeld tijdens snoeibaasvissen. Je kunt ook wat variëren in snelheid en je kunt ook een paar slagen omhoog draaien en vaak pakken ze hem dan ook terwijl je hem dus versnelt naar je boot toe. En soms vlak voor de boot pakken ze hem nog. Je kunt een hengel gebruiken van 2,10 tot 2,70. Ik prefereer toch een hengel van 2,70 zodat ik wat verder van de boot kan verticalen en eventueel ook gewoon werpend kan vissen. Zodat ik niet te veel hengels mee hoef te nemen. Lijn, liefst zo dun mogelijk, vooral voor het verticaal natuurlijk. Dat gaat het mooist. Ik gebruik zelf 10/100ste. Wellicht kun je ietsje zwaarder, 12, maar echt heel dik is niet nodig. En uiteraard werkt het een beetje tegen als er veel stroom staat. Het is niet alleen vanwege de onderlijn. Soms liggen die zeebaars gewoon onder je boot. En als je dan een elektromotor hebt, dan kun je ze gewoon ook die bazen blijven volgen. En vaak is dat heel interessant, want soms liggen ze 10 meter van de kant, soms 20 en soms 30. En 10 meter voor de kant is heel vaak geen optie, omdat je de kantvissers lastig valt. En als ze dan toch 10 meter voor de kant liggen, dan moet je ze gewoon werpend bevissen. In de video kun je zien hoe wij de zeebazen verticaal te pakken. Op die dag was er heel weinig stroom in en gelukkig in de avond vingen we nog wat zeebazen, ruim 40 in 2 uurtjes. Dus het was hard werken. Maar bijna allemaal verticalend, want ze lagen weer recht onder de boot. Veel kijkplezier! Thank you.